Wie van deze kinderen is gevaccineerd en wie niet? Tot nu toe speelt die vraag geen rol in Drenthe, zegt Albert Veldhuis, bestuurder bij CKC Drenthe, een organisatie met 30 scholen en kinderopvanglocaties. Wat zijn de gevolgen van de wet? Ik weet niet of je altijd een wettelijke grond nodig hebt om dit soort zaken te regelen. Alleen in onze regio in Drenthe, uit contacten met collega's, hebben wij dit thema niet op de agenda staan. Het komt nagenoeg niet voor dat we ons daarmee bezighouden. Hoe is de praktijk nu dan? Alle kinderen komen gewoon. Ouders die melden hun kinderen aan. En als de plaats is, wordt een kind toegelaten. De Tweede Kamer vindt nu dat kinderopvangorganisaties kinderen die niet zijn ingeënt. straks mogen weigeren. Inette Mulder uit Emmen heeft een praktijk voor homeopathie. Is verpleegkundig onderlegd en heeft zelf deels gevaccineerde kinderen. Haar kleinkinderen zijn niet gevaccineerd. Ze vreest polarisatie en andere gevolgen. Nou, dat ook de leidsters moeten worden gevaccineerd. De ouders, de opa's en oma's. Uh, ja, iedereen in de omgeving van zo'n kind. En dat, dat, dat is eigenlijk ook niet haalbaar en dat is ook niet een zekerheid. Want ja, je, je komt overal met zo'n kind. De winkel, uh, de bibliotheek, het zwembad, noem maar op. Onder druk van andere ouders zouden kinderopvangorganisaties straks naar een bewijs van inenting kunnen vragen bij inschrijving. Ja, dan kunnen ze vragen, maar ik vind dat je dan kan weigeren, want dat is een privé-aangelegenheid. Het is een medisch dossier eigenlijk dan. En dat ben je niet verplicht om dat te overleggen of te overhandigen. En het zou ook dan niet te controleren zijn? Nee, ook niet. Nee. Dus eigenlijk, deze wet, daar heb je dan eigenlijk niks aan? Nee, daar heb je helemaal niks aan. Het schept nog meer angst en verwarring en het leidt nergens toe. Nou, ik hoop dat we doorgaan op de voet zoals we nu samen met elkaar bezig zijn. Ik vind het jammer dat die wet zo in de belangstelling staat. Dat hoeft, wat ons betreft, niet zozeer. Laten we alsjeblieft met elkaar op een normale manier omgaan. Daar hebben we zowel ouders als kinderen de meeste belang bij. Voordat de wet ingaat, moet hij eerst nog door de Eerste Kamer.